Als ze er niet tussen hangen, dan hebben we ze niet. Daar had ik vandaag een variant op. Ik wilde dus een zak appelen, L-Stars, vind ik leuk, lekker. Die vond ik dan even niet bij de kruidenier. Dus ik zeg tegen dat meisje van, ik kan die zak met appelen niet vinden met L-Stars. Hebben u die niet? Toen kreeg ik het antwoord, als ze er niet tussen liggen, dan hebben we ze niet. Daar heb ik een bezwaar tegen. Want zo'n reactie zul je niet krijgen van de eigenaar van de winkel. Die gaat mee, of die weet, ze zijn op, ze komen niet meer, of ze komen wel, of ze komen dinsdag. Krijg je dat antwoord. Dus ik zei wat, ik zei tegen hem, wil je dat nooit meer zeggen tegen het meisje? Waarop het jongetje wat er stond, waar ze kennelijk fijn contact mee had, want die was daar niet weg te slaan, die zei van, wat had ze dan moeten zeggen? Ik zeg van, nou, ze zijn op, bijvoorbeeld. Ja, maar nu, wat ze doet is, ik bedoel, één stap erger is de klant compleet negeren. Nou, dat snapt ze dan ook nog wel, dat je daar niet mee wegkomt. Dus ze geeft het luie antwoord, als ze er niet tussen liggen, dan hebben we ze niet. Het vervelende is, kijk, ze had ook gewoon kunnen zeggen, dan zijn ze op. Doet ze niet. Wat hier nog in zit, als extra, is dat ze in het midden laat of ze ook echt op zijn. Ze zegt eigenlijk met deze reactie, misschien heeft u wel stront in uw ogen, want misschien liggen ze er toch. Dus wat je erover zegt, wordt eigenlijk met die reactie ook een beetje in het midden gelaten of het wel waar is dat ze er niet liggen. En daar maak ik ook bezwaar tegen. Maar ja, weet je, taalgevoeligheid, waar vind je het nog? Dus je hoeft het niet te pikken, hè, in zo'n winkel. Zo'n meisje wat daar werkt, die loopt of met je mee, of ze zegt, ze zijn op, ik kan ze voor u bestellen. Als het om een overhemd gaat of zo, wat net buiten jouw maat alleen beschikbaar is. Maar je hoeft het niet te pikken. En ze weet of ze achter nog wat heeft of zo, weet je. Maar dat, als ze er niet tussen hangen, dan hebben we ze niet. Het is niks.